Welkom, beste kijkers, bij de derde dag van Transport en Logistics voor de tweede sessie rond veiligheid. Wij zitten hier samen met drie mensen, drie mannen, vier mannen eigenlijk. Hè? We kunnen kaarten. Maar dat gaan we niet doen, we gaan praten over veiligheid. Sebastian De Puit, sales van Boplan. Pablo Kozemans van Atrium Opleidingen en Boris Bergmans van Essentium. Welkom. Dank u. Jullie kennen allicht ons tijdschrift. Dit is niet de laatste editie van het tijdschrift, dit is de vorige editie. Maar die had een dossier rond safety. En op de flap zie ik hier Boplan. Dank u, Boplan. Toch even, Boplan, wat bieden jullie precies qua oplossing? Wel, Boplan is een Belgisch fabrikant van flexibele aanrijdbeveiliging uit kunststof. Dus wij beschermen mensen, wij beschermen infrastructuur, dus gebouwen, en ook machines, rekken en dergelijke meer van schade. En die schade komt meestal voort uit de aanrijding door een heftruck. Ja, oké. Okay. Atriumopleidingen, wat voor soort opleidingen omvat Atrium? In principe alles wat valt onder de wet welzijn op het werk. Dus we hebben dat in verschillende pijlers opgedeeld, omdat het in totaal meer dan 200 verschillende opleidingen zijn die we geven. Één pijler is bijvoorbeeld intern transport. Hè? De heftrucks en andere toestellen die de Boplan aanrijbeveiliging zou kunnen beschadigen. Maar we geven ook opleidingen in zaken code 95, ADR, transport van gevaarlijke goederen. Maar ook algemene veiligheidsopleidingen zoals EHBO, VCA, werken op hoogte, brandbestrijding, noem maar op. En welke regio bestrijkt u? Heel België? Of? Ja, we werken in heel België en we proberen ook altijd de opleiding te geven in de taal die de cursist spreekt. Zeker als je in de bouwsector gaat, daar vind je alle mogelijke nationaliteiten. Dus proberen we ook in hun taal die opleiding te geven, ook al is dat Pools of Roemeens of Hongaars of Turks. Dat is hetgeen dat we proberen te doen. Dikwijls vragen ze ons om die opleiding in het Engels te doen, maar dan merken we dat hetgeen dat je overbrengt onvoldoende begrepen wordt, wil ik zeggen. En zo hebben we een 22.000 cursisten per jaar. Mooi. Ferm aantal. Boris van Essentium. Wat doet Essentium precies? Ja, Essentium is een Leuvens bedrijf, dus puur Belgisch. High-tech bedrijf. En wij zijn gespecialiseerd in real-time location systemen. Dus wij gaan eigenlijk trucks, heftrucks, reach trucks en dergelijke positioneren in het magazijn. Communiceren met elkaar. En zo gaan we eigenlijk collisies vermijden. Dus wij kunnen de toestellen doen afremmen indien nodig. En anderzijds gaan wij ook voetgangersdetectie doen met artificial intelligence. Wij kunnen de voetgangers ook positioneren, dus slim reageren op een voetganger, niet onnodig reageren. Hè. En dus zo gaan wij de veiligheid garanderen in de magazijnen. Oké, dank u wel. Als onderwerp hebben we gekozen, veiligheid, is het een investering of is het een kost? Hè? Misschien eerst om bij u in te pikken. Jullie zijn, naar mijn gevoel, de nieuwste oplossing van deze drie aan tafel. Wat was eigenlijk precies de aanzet? Was er een ongeval bij een bedrijf dat u heeft aangezet van dit heeft een oplossing nodig? Of ik wil eigenlijk een beeld hebben van hoeveel wordt er ingezet door bedrijven op veiligheid, naar uw gevoel? Ja, wij voelen echt een heel grote shift in de filosofie, de aanpak, de strategie met betrekking tot veiligheid, waar voorheen veiligheid een nice to have was en eigenlijk een verloren kost. Gaan bedrijven nu heel proactief te werk gaan investeren in veiligheid, omdat zij ook voelen dat daar een return aan zit. Een ongeval kost heel veel geld, dus financiële schade, maar ook morele schade, emotionele schade natuurlijk. Dus wij merken echt wel dat die shift er is in mindset en bedrijven gaan echt investeren in veiligheid, omdat het ook oplevert. En kwestie van terugverdienen,
Kan u daar een indicatie van geven als men investeert in uw oplossing? Ja, absoluut. En dat komt niet van ons, hè, die getallen. Dat zijn calculaties die onze klanten zelf maken. En wij weten dat gemiddeld als ze ons systeem installeren, implementeren, dat de terugverdientermijn tussen de 12 maanden à 24 maanden is, enkel op safety-vlak. Daarnaast hebben we ook nog een heel productiviteitsluik dat verbonden is aan onze technologie. En dus dat kan de termijn ook heel sterk reduceren. Maar safety vlak tussen de 12 en 24 maanden. Oké. Pablo, om naar u te gaan. Bij een ongeval, als dat plaatsvindt, daar komen directe kosten bij kijken. Maar soms ook, vaak ook veel onzichtbare kosten. Kan u daar misschien een beeld van schetsen? En staven met een voorbeeld? Maar ik zou eigenlijk eerst heel even willen reageren op de titel. Want we gaan nu heel nuchter spreken over kosten bij een ongeval. Hetgeen waar wij als eerste aan denken is die persoon die eventueel gekwetst is geraakt. Als je spreekt over een heftruck, een dodelijk ongeval is heel snel gebeurd. Dat is iemand die 's morgens is gaan werken, maar niet meer thuis komt. Ja. Ik heb zelf een vriend gehad die een been heeft verloren in een ongeval. Dus die vertrekt 's morgens en die komt 6 weken later, weken later komt hij thuis met maar 1 been. En wat impact dat op dat gezin, op die persoon zelf, maar ook op het hele gezin heeft gehad, dat heb ik toen van dichtbij meegemaakt. En dus dat is iets wat, voordat we heel nuchter over cijfers gaan spreken, wat ik zeker onder de aandacht wil brengen. Dus is het een kost of is het een investering? Ten eerste, als je al kunt zorgen dat er niemand gekwetst raakt, dan denk ik dat je al je best gedaan hebt als bedrijf. Nu goed, kosten van een ongeval. We maken soms die oefening. Dikwijls zeggen ze, goed, hier is met een heftruck tegen een palet gereden. Die palet kost zoveel en... aan die heftruck was geen schade, dus dat is uiteindelijk de kost. Maar het gaat veel verder dan dat. Die palet is misschien omgevallen, waardoor dat de weg geblokkeerd is. Mensen moeten rondrijden. Plus, als dat een spectaculair ongeval is, dan moet heel het bedrijf dat gezien hebben natuurlijk. Die moeten dat allemaal eens komen kijken, misschien nog wat filmen, doorsturen naar de mensen van het bureau. Kan zijn dat er daar ook nog eens een van komt kijken die daar echt niet moet zijn. Plus... is dat ongeval, wordt op een managementteam besproken. Daar zitten dan de dure mannen, de dure uurlonen samen, die daar ook nog eens een half uur of een uur over discussiëren. Dus dat zijn ook allemaal verborgen kosten die een ongeval met zich meebrengt. Ja. Dat is duidelijk. We blijven even in de cijfers, maar andere soorten cijfers. Sebastiaan, jullie pakken uit met waarde in joule. Dat brengt mij terug naar mijn schoolbank van vroeger. Ik moest echt graven. Maar vertelt u even, dus dit gaat om de soort van kracht van impact dat een heftruck kan hebben. Dat klopt, Leon. Dus eigenlijk de energie die vrijkomt bij een impact wordt uitgedrukt in joule. Ja. Nu, om daar een beeld aan te geven, hebben wij geopteerd om dat uit te drukken door middel van een professionele bokser. Omdat natuurlijk, als je aan iemand gaat vertellen van kijk, dit soort aanrijdbeveiliging in ons geval kan 20.000 joule aan. Veel mensen gaan zeggen, ja, whatever, misschien kan hij 1 miljoen joule aan, het zal mij worst wezen. Maar als je daar een tastbaar gevoel kunt bijgeven dat een professionele bokser 1450 joule mapt, op onze stand hier vandaag staat er een boksbal waar mensen zelf een keer kunnen proberen. Ik zelf sla geen 700 joule, maar dat kan gerust aan mezelf liggen. Er zijn mensen die, laten we zeggen, het record ligt bij ons op 965. Wij hebben aanrijdbeveiligingen die tot 50.000 joule impact kunnen absorberen. En daar krijg je een gevoel mee en dat is ook de reden waarom wij dat in joule uitdrukken. En dat is ook tastbaar. Je kunt effectief die joules gaan berekenen op basis van het gewicht van je heftruck, het gewicht van de lading, de snelheid en de impacthoek. En dan kun je die energie gaan berekenen en kun je ook de juiste maatregelen gaan treffen om dus weer die mensen en die machines en die gebouwen te gaan beschermen. Ja, duidelijk. Ik blijf even bij u. Als we gaan naar het idee van investering, we investeren ook in een mooiere wereld, duurzaamheid. U hebt het al op onze gazellenavond vermeld.
U zit in op een meer duurzame vervaardiging van uw materialen, maar ook het proces, de hele lifecycle eigenlijk. Kan u dat uitleggen? Dat klopt. Dat verhaal gaat natuurlijk heel ruim, dus ik ga proberen om het beperkt te houden. Het is zo dat wij al langer daarop inzetten. Het is niet zo dat het nu vandaag een modewoord geworden is voor ons. Ten eerste in onze productie is het zo dat al onze zaag- en freesresten worden netjes opgevangen per soort, per kleur. En gaan dan terug naar de shredder en kunnen terug geupcycled worden. Dus terug hergebruikt in onze eigen producten. Of gerecycled als een ander product bij een andere partij. Dus voor wat betreft kunststof gaat niets verloren. Ten tweede, het product zelf, het eindproduct dat wij leveren. Ook daar, duurzaamheid heb ik zelf moeten leren. Gaat niet enkel over het ecologische aspect. Het gaat eigenlijk voornamelijk in de beginnen over het economische aspect waarbij dat je goederen produceert die een lange levensduur hebben. Dus onze producten zijn gemaakt voor de langere tijd. Als ik daar een jaartal moet opplakken, wat meeste mensen dan vragen, zou ik zeggen, ja goed, 20, 25 jaar. Zonder dat er iets specifieks mee gebeurt. En dan heb je de einde levensduur. En op dat moment kunnen we ook gaan zeggen, oké, nu moet het terug in die cyclus gebracht worden waarbij dat je het ofwel gaat recycleren, ofwel gaat upcyclen. En ook daar kunnen wij dat weer perfect gaan uitvoeren. Dus onze producten zijn perfect scheidbaar ook. En dat onderscheidt zich ook van een aantal andere producten op de markt, waarbij dat je in feite maar drie stromen hebt. We hebben een stukje staal, een stukje kunststof en een stukje rubber. En het is ook heel gemakkelijk scheidbaar, waardoor dat je in feite ook een heel duurzaam product, zowel naar gebruik toe als naar recycleerbaarheid hebt. Dat is de notendop. Dat is in vrij beperkte tijd. Goed gedaan. Dank u wel voor de uitleg. Ik denk ook investering, het is ook investeren in kennis uiteindelijk. Kennis bij management, maar ook bij de werknemers. Om daar een beeld van te krijgen bij uw opleidingen, moet dat jaarlijks bijgebracht worden, veiligheidscursussen, of hoe wordt dat bekeken? Eigenlijk gaat het niet echt over kennis, maar een heel klein stukje. Het gaat meer over attitude. En dat is een beetje waarom dat wij eigenlijk een nieuwe formule in het leven geroepen hebben. Als wij standaard, laat ik nu het voorbeeld nemen van een heftruckopleiding bijvoorbeeld. Als iemand een heftruckopleiding geeft, dan doet hij perfect wat dat gevraagd. Na een aantal jaren, meestal na 5 jaren, stellen ze vast in het magazijn dat er toch niet altijd meer volgens de regels gereden wordt. En dan moeten wij een opfrissing gaan doen. En bij die opfrissing doen die mensen opnieuw perfect wat dat wij willen. Want wij staan daarnaast. Uiteraard gaan die doen wat dat wij vragen. Maar draaien wij onze rug, dan doen die terug de gekke toeren die ze daarvoor ook al deden. En dat is eigenlijk het moment waarop de tools, gelijk Essentium is het, hè? Ja. Heeft ontwikkeld. Wij gebruiken die om aan de hand van die data geen opleiding meer te geven, maar een coachingstraject op te starten. En zo kunnen we het rijgedrag van een heftruckbestuurder zien, ook wanneer wij niet aanwezig zijn. Ja. Ik zeg maar iets, we kunnen, als de coach 1 keer per maand langskomt, dan kan die zien wat er vorige week woensdag in de nacht gebeurd is. Ondanks dat hij daar niet aanwezig was. En als de mensen dan weten dat ze daarop worden aangesproken, we hebben er al heel veel voorbeelden van. Mensen die zich al beginnen te verontschuldigen, nog voordat je iets gezegd hebt. Ook al een instructeur die op de parking stopt, toevallig was de heftruckchauffeur buiten aan het rijden. En die zag onze instructeur, die rijdt daar onmiddellijk naartoe om te zeggen, hey, heb je mijn resultaten al gezien? Ze zijn goed hè, deze maand, ze zijn goed hè. Dus dat is een teken, de mensen zijn ermee bezig. En dan krijg je impact en dan krijg je een veiligere werkvloer. Ja, mooi. Boris, ik breng u even naar het VIL-project van afgelopen jaar, het Safe Warehouse project. Dat was een project waarbij een aantal nieuwe technologieën werden voorgesteld naar bedrijven toe om te gebruiken. Daar zijn een aantal resultaten uitgekomen, waaronder een Safe Warehouse kit die online beschikbaar staat. Jullie maken daar deel van uit. Wat bieden jullie daar aan qua informatie? Ja, absoluut. Wij hebben deelgenomen aan dat project samen met Gunther Stormen, die dat begeleid heeft bij ons bij VIL.
En dat was een succes. Wij hebben natuurlijk onze data geüpload op die kit. Het is een heel handige kit waar je alles kunt terugvinden, specifiek voor je veiligheid in het magazijn. Wij staan daarop en daar is ook een heel mooi project uit voortgekomen bij een bekende chocoladefabrikant. Ik zal de naam niet noemen, maar in België al onbekend. Dat was wel een succes en ik denk dat dat ook onze visibiliteit heeft vergroot en dat dat ook wel preventieadviseurs in dit geval helpt om de weg te vinden naar de beste technologie in de markt, de nieuwste snufjes, om het nog veiliger te maken in hun magazijnen. Ja, ja, duidelijk. Sebastiaan, nog één onderwerp dat ik wou aansnijden. Dus jullie veiligheidsvoorzieningen komen ook natuurlijk te pas aan een nieuwbouw. Hè? Wanneer er nog niets is, als het nog van scratch moet gemaakt worden. Maar wordt er naar uw gevoel al genoeg rekening mee gehouden met het veiligheidsaspect bij een nieuwbouw? Ik ben blij dat je die vraag stelt. Eigenlijk is het zo dat we heel graag al van bij het begin van het project aanwezig zijn. Dat heeft uiteraard een commerciële inslag, daar hoeven we niet over te liegen. Maar zeker ook naar de praktische kant van de zaak en naar budgetten toe. Omdat we nog al te vaak merken dat een nieuwbouwproject wordt gerealiseerd en ineens is dat af, wordt dat opgeleverd en dan zegt men, oei, die rekken moeten beschermd worden en die sprinklerinstallatie en die serverkast en voor de voetgangers moet er iets afgeschermd worden. En dat moet nu. En liefst gisteren. En dan moet er nu iemand komen en dan moet dat volgende week geplaatst worden en dat mag niks kosten. Dat is een probleem. Hè? Dus ik schets het natuurlijk een beetje laconiek, maar het is wel zo dat het gemakkelijker is voor alle partijen als je het op voorhand gaat meenemen. Het kan het inplannen, het rustig bekijken samen wat er nodig is. Je hebt must-haves en nice-to-haves. En als dat dan ook budgetair wordt bekeken, van kijk, we gaan dat in één keer doen en we gaan dat budget voorzien, want we hebben dat budget. Of we gaan prioriseren en dan naderhand in fases de twee volgende jaren ook nog iets doen. En dat zijn zaken die we samen met de klant kunnen gaan bekijken, maar daarom is het ook van belang dat we het ook rustig kunnen bekijken en mooi gaan plannen. En dat is belangrijk om het ook op voorhand eigenlijk allemaal mee te nemen. Ja, duidelijk. Pablo, ik denk terug aan die talen die je hebt vermeld in het begin. In hoeveel talen geven jullie les? Zo van buiten, wat we op regelmatige basis doen. Uiteraard Nederlands, Frans, Engels, Duits. Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Hongaars, Turks. Af en toe komt de vraag van Kroatisch. Dus ja... Elke taal die in Europa gesproken wordt, eigenlijk. Ja, dat is indrukwekkend. Ik beheers ze sowieso niet allemaal, maar ja. Boris, de beurs is bijna ten einde. Is de beurs u bevallen? Hebt je er iets aan gehad aan de beurs? Ja, absoluut. Er zijn heel mooie partijen langsgekomen, allemaal met een project. Dus we gaan dat heel goed moeten opvolgen. En anderzijds werken wij ook heel nauw samen met alle varkheftruckfabrikanten van alle merken, omdat er vaak ook een gemixte vloot is in de magazijnen. En dus dat is ook... De opportuniteit om de banden nauwer te maken, want we hebben ze nodig. En we merken ook dat vanuit de varkheftruckfabrikant zelf de notie van safety belangrijker wordt. En ze komen dan ook langs met hun klanten op onze stand. Dus dat is toch wel een heel mooie samenwerking. En tot nu toe is het een succes geweest en ik denk dat namiddag ook nog goed gaat zijn. Prima, prima. Dank u wel. Voilà, het kaartspel is gespeeld, zou ik zeggen. Dankjewel voor jullie tijd. Pablo, wou je iets toevoegen? Ik wou vragen wie gewonnen had. Ja, ik denk, ja. U wint. Dankjewel voor jullie tijd. En kijkers, dank jullie voor jullie aandacht. En tot de volgende sessie.